Dit jaar staat in het teken van verbinding. Meer dan ooit is het belangrijk om in gesprek te gaan en vooral te luisteren naar elkaar. Als burgemeester ga ik op zoek naar verschillende verhalen van mensen die het verschil maken in mijn Rijstad. Dames en heren, vandaag op het bankje bij mij Jan Netten, voorzitter hier van de Bloemenwijk in Schijndel. Jan, fijn dat jij vanmiddag of vanmorgen nou de tijd had om even hier bij mij op het bankje te zitten en eens over de wijk te hebben. Want vandaag is ook een bijzondere dag. Wat is vandaag voor een dag? Nou, het is vandaag in zoverre een bijzondere dag dat u in de wijk bent. Daar zijn wij ook heel erg blij mee. En we willen vandaag eigenlijk ook eens bewoners, zeg maar, laten zien dat er toch wel aandacht is voor de wijk. Tenminste, dat we daarmee bezig zijn. Als wijkraad, wat doen jullie vooral? Wat doen wij als wijkraad? Wij organiseren veel dingen in de wijk. Wij proberen heel actief te zijn, ja, mits er geen corona is, zeg maar, om evenementen voor de wijk te organiseren, de buurt bij elkaar te brengen en zo een leuke wijk op te bouwen. Ja. En heb je het gevoel dat dat lukt? Ja, in veel gevallen lukt dat wel. De evenementen gaat eigenlijk vrij goed. We krijgen heel veel positieve reacties van, hey, er gebeurt iets in de wijk. Okay. Op dat vlak wel. Maar doen ook veel mensen mee? Ja, er doen heel veel mensen mee. Ja, okay. Ja. En het is zelfs zo dat ook zelfs mensen van buiten de wijk komen. Was het mooiste succes van de laatste tijd, zo wat je zegt? Want ja, corona blokkeerde natuurlijk veel. Ja, voor de tijd van corona hebben wij de Halloween. Dat is een mega succes. Dat doen we ook overigens samen met Avanti. Dat is ook een heel actieve groep, zeg maar. Dus we proberen ook zeg maar de interactie met elkaar te maken om toch iets leuks neer te zetten. En de kindercarnaval natuurlijk. Dat is helemaal booming. Ah ja, mooi. Ja. En waar gaat er minder goed? Want daar wilde jij ook al iets over vertellen. Ja, waar gaat er minder goed? Wij vangen heel veel signalen van de buurt op, zeg maar. Dat de wijk eigenlijk aan het verpauperen is. Mm-hmm. En dat is niet iets van het laatste half jaar of jaar. Dat is al jaren is daar bezig. En En wat bedoel je dan met verpauperen? Hoe ziet er dat dan uit? Nou, als bijvoorbeeld hier het wijkgebouw. Ja. Ja, kijk om je heen. Dat is sowieso al niet een visiteplaatje voor de wijk. Nee. En dat noemen we dan het wijkgebouw. Terwijl het eigenlijk, heel eerlijk gezegd, ziet er niet uit. Nee. Maar daar zijn besluiten toch al over genomen, hè, dat er een nieuw komt. Dat maar klopt. Dat moest er gisteren natuurlijk al zijn. Ja, het is, hoe lang speelt dit al? Ja, het speelt al. Eigenlijk veel te lang. Ja, snap ik. En dat zijn dingen, bewoners, merken wij, die voelen zich eigenlijk in de wijk ook niet serieus genomen op dat vlak. Dus dat ligt niet aan wat er nu ontwikkeld wordt allemaal, maar je zegt, dat zit er al jaren zo, mensen geen vertrouwen hebben, maar soms speelt het ook aan twee kanten. Hè? Dan, mensen hebben geen vertrouwen, leveren dan ook geen inzet om de buurt met elkaar leefbaar te maken. En zo krijg je dat het maar heen en weer blijft gaan. Is dat herkenbaar of is dat toch anders? Aan één kant zou dat zo moeten zijn. Maar aan de andere kant, we hebben met de wijk geprobeerd om dingen aan te pakken. We hebben al een keer de wijkschouw gehad, we hebben daar terugkoppeling op gegeven. Maar we zien daar gaat vaak één kant op. Ja. En dan heb je het dus vooral over het onderhoud in het openbaar gebied, dat ook verpaupert. Ook, ja. Want ik was aan het zoeken van wat bedoel je met wat verpaupert allemaal in de wijk. Ja, we gaan zo meteen een ronde doen. Dan kan ik wel aangeven waar wij zeg maar zien, waar veranderingen, wat er niet beter op wordt. Ja. Ook woonmijn speelt daar een rol in natuurlijk. Die vinden wij ook dat die hebben veel sociale huurwoningen hier staan. Daar mag ook best iets meer aandacht aan besteed worden. Ja, en die leefbaarheid is gewoon belangrijk. En zijn bewoners dan ook bereid, heb jij het idee, om zelf ook mee de handen uit de mouw te steken? Want wij zien ook wijken waar men gewoon het groen onderhoud zegt van gemeente, geef ons daar het bedrag voor en dan gaan we het zelf doen. Zou dat hier ook voorstelbaar zijn? Dat zou misschien wel kunnen. Alleen ik denk wel dat nu de eerste zet aan de gemeente is, denk ik.
Want de bewoners, het is al jaren zo dat de gemeente daar niet in meebewogen heeft. Okay. Dus ik denk dat wel de eerste zet aan de gemeente is om daar iets mee te doen. En dat zijn allemaal kleine dingen. Hè. Het is en het onderhoud. Hier bij het wijkgebouw hangen veel jongeren rond. Prima, vinden wij helemaal niet erg. Alleen dat er een beetje toezicht gehouden wordt van wat gebeurt hier nou? Ja, ja. Wij ruimen hier zeg maar alles op. En de volgende dag, dan is hij 's avonds jongeren geweest. En dan komen wij hier en dan ligt er één grote rotzooi. Ja, ja, en dan denken wij ook als wijkraad van, luister, moeten wij dit dan elke keer voor die jongeren op blijven ruimen? Nee. Even om een beetje te prikkelen. Je zegt, ja, wij moeten toch niet als buurt daar hoeven op te ruimen. Eens. Ik zou zeggen, ja, maar moet de politie dat dan opruimen voor de jongeren? Nee. Moet de gemeente dat dan opruimen voor de jongeren? Nee. Begint het niet eigenlijk bij de jongeren zelf en hun ouders? Of ben dat ik dan te naïef? Dat klopt, inderdaad. Maar het zijn ook vaak jongeren die niet eens uit de buurt komen. Maar ik denk ook wel veel... toch wel uit de buurt. Ja, maar ook veel niet. Dat zien wij. Want wij kennen veel jongeren uit de buurt. En zeker omdat wij onze evenementen hebben. En die van onze buurt doen dat niet? Jawel, zeker wel. Zoals ik al aangeef, niet alle jeugd komt uit deze buurt. Nee, maar het ging er mij om van hoe kunnen wij, volgens mij is dat de uitdaging voor de lange termijn, hoe kunnen wij de verantwoordelijkheid, het verantwoordelijkheidsgevoel meer ook bij bewoners zelf versterken. Hè? Vertrouwen versterken, mm-hmm. maar ook verantwoordelijkheid versterken. En daarmee de eigen buurt leefbaarder houden dan het verwijzen naar anderen die het moeten komen doen. Hè? Maar ik denk wel, en daar moet ik om het vertrouwen zeg maar op te wekken, wat heel erg naar beneden is gehaald, dat vertrouwen, dat eerst de gemeente daar een zet in moet zetten. Ja. Dat denk ik echt. Stel, nou wordt het komende half jaar het hier allemaal netjes opgeruimd, schoongemaakt en dergelijke. Ja. Want er is ook een actieteam opgericht, hè, ja. om te kijken hoe krijgen wij die leefbaarheid, hoe geven we die een impuls. Mm-hmm. Wat zou jij willen dat er dan gebeurde? Ik denk als de wijk zeg maar opgewaardeerd wordt en we zouden dan nog eens een keer een gesprek hebben zeg maar, zoals we nu hebben, mm-hmm. dat dan de buurtbewoners ook zoiets hebben. Kijk, de gemeente beweegt wel mee, denk ik. Hè? Ja. Dat gevoel heb ik. Ja. Jan, dan beloof ik, dan kom ik. Als het hier opgeknapt is of bijgewerkt is, dan komen we terug en dan gaan we nog eens een keer het gesprek aan van wat is er nou met deze hele actie om die leefbaarheid te bevorderen gebeurd? Want ja, we willen gewoon met z'n allen trots zijn op deze wijk. Ja, hè? Ja. Waar ben je nou zelf het meest trots op in deze wijk? Op de bewoners toch wel. Ja? En hoe op de bewoners? Als wij bewijzen, dan kom ik weer terug op ons evenement. Als wij een evenement hebben, dan zie ik wel dat er vanuit de wijk veel mensen zijn die daar iets in willen betekenen. Okay. Dus we hebben heel veel vrijwilligers en die willen gewoon iets daarin doen. Ja. En die willen ook dat de wijk actief is en dat er iets gebeurt in de wijk. Dat merken wij aan alle kanten. Ja. Dus evenement is misschien wel een sleutel om die actie in de wijk verder te versterken? Dat denk ik wel, ja. Okay. Nou, dankjewel voor de interview. Graag gedaan. En een fijne dag gewenst. Oké, dankjewel.